Hoe kunnen we de limiet gaan berekenen van logaritme van 1 min sinus pi over 2 plus 1 over 4 k plus 1 kwadraat? Voor k gaan we naar oneindig. Laten we eerst kijken naar dat achterste stuk hier. 1 over 4 k plus 1. Als k heel groot wordt, wordt dit heel klein. Dus dit betekent dat dit hier als limiet 0 heeft. Dat betekent dat pi over 2 plus iets heel klein als limiet pi over 2 heeft. De sinus van pi over 2, daarvoor moeten we een goniometrische cirkel gaan tekenen. Pi over 2, dat is deze hoek. De sinus van pi over 2, die gaat naar 1. 1 min 1 is gelijk aan, dat gaat naar 0. Dus dat is de logaritme van 0. Maar dan moeten we eigenlijk gaan kijken, is dat 0 aan de negatieve kant of 0 aan de positieve kant? Goed, wat zien we hier? Pi over 2 plus iets kleins. Dus we zitten eigenlijk met een hoek hier. Iets groter dan pi over 2. De sinus van die hoek is iets kleiner dan 1. Dus dit is altijd een positief getal. Logaritme van een klein positief getal, dat gaat in de limiet naar min oneindig.